raar beest. Nee, deur staat open, vlieg maar weer naar buiten. Hij vliegt achter de scherm langs, dus ja, ik zie het niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. Onder andere mezelf verwennen. Ik verdien na deze twee moeilijke weken. Ja, lekker. Tompoes, een luxe tompoes. Goedemiddag lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, dus weer een juttetjesmarkt vandaag. Ja, daar gaan we weer gezellig even overheen. En ja, ik neem jullie wel mee, maar of ik hier en daar ga vloggen, dat weet ik niet. Ik neem gewoon deze sowieso mee. En ja... Waarom ga jij open? Is niet nodig, dicht. En ik laat de camera gewoon lekker thuis, want ik weet niet hoe druk het is. Want het is geen strand weer, dus dan is het toch weer meer in de stad te vinden dan op strand. Dus ja, dan durf ik het 1, 2, 3 eventjes niet aan. Want je bent maar alleen, hè. Maar in ieder geval, ik ga eerst met de hondjes uit en Erwin die komt. Dus ik moet opschieten, want die komt ook om 1 uur. En het is nou de 4e van de 7e 2023 en we leven op de tijd van 12 uur 30. Dus ik moet opschieten, maar ik hang het kaartje dat ik met de dames aan het lopen ben. Dus ja, ik zou zeggen geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook gewoon weer met hetgeen mee wat wij doen. Ja, wat ik ga doen. Ja, helemaal gezellig. Dus blijf er vooral bij en geniet. Zo, lieve vrienden. Ja, we gaan lekker de hort even op. Ik had al gezegd, er is juttetjesmarkt. Nou ja, Erwin die is nou net de deur uit. Dus we kunnen lekker gezellig de juttetjesmarkt op. En ik neem jullie gezellig mee. En ja, we zullen het beleven. Wat ook zien of wat dan ook. Ik weet het allemaal niet. Nee, misschien is er ook wel een leuke dingen. Een bandje of weet ik veel wat. We merken het wel. Vliegt daar een raar beest. Nee, deur staat open, vliegt maar weer naar buiten. Hij vliegt achter de scherm langs, dus ja, ik zie het niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook lekker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis en ik heb jullie er niet bij gepakt om te filmen in de stad. Ja, er was niks om te filmen, dus ja. Ik heb wel een short gemaakt en dat was bij de FOMA voor van een beeld dat al jaren staat. Maar waarom het daar staat, Joost mag het weten, ik weet het niet. Want dat is een beeld van een vis. Wat doet een vis op de Koningsstraat? Koningsplein, ik weet niet exact hoe het daar heet. We hebben het bordje Koningsstraat gezien, dus ja, Koningsstraat. Bij de FOMA voor. Wat een vis daar moet, dat verwacht je eerder op de vis. Markt, maar niet daar. Maar ja, wie ben ik? Ik ben niet de burgemeester, ik ben niet van de gemeente. Hij is daar ooit geplaatst en zover ik het me kan herinneren heeft dat ding daar altijd gestaan. Dus ja, hoe en wat, vraag me er niet naar. Hey. Maar ik heb boodschappen gedaan, onder andere mezelf verwennen. Heb ik verdiend na deze twee moeilijke weken. Ja? Lekker, tompoes, een luxe tompoes. Ik heb nog wat lekkers voor mezelf. Is ook lekker. Om te eten zometeen in de aanbieding. Een maaltijdsalade, nou dat is lekker met kip. Dus ja, dan hoef ik niet te koken en ik kan toch gezond eten. Wat ik ook niet kon laten staan, dat was deze. Nou, die kennen jullie ook wel. Dus voilà. Ik heb een fles schoonmaakmiddel erbij gehaald. Van citronella. Altijd goed schoon. Ja. Twee kaas. 1
4,39 geloof ik. Duur, het is weer duurder geworden. Het was vorige keer dat ik het kocht, was nog voor mijn verjaardag. 4,29 is weer een dubbeltje duurder. Ja, ze weten het wel te maken. Dan, jullie weten dat ik vorig jaar van die leuke lampjes had gekocht van buiten. Dat is één. Begon vorig jaar gelijk ook al raar te doen. En de ene keer wel willen, de andere keer niet willen. Dus dat is niet leuk. Nee. Nou zag ik bij de FOMAR ook iets leuks. Ja. Gaan we dat eens even openmaken. Als dat wil, als dat wil, als dat wil. Dan moet het wel willen, dan moet het wel willen. Eens even kijken hoe dat moet. Ik zit mezelf in de licht. Aha, ik zie het al. Eventjes verpakken. Ja, even verpakken. Kijk je even uit met je snotkoker erbij, Elwing? Nee, dat is niks voor jou. Is helemaal niks voor jou. Nee. Echt niet. Zo. Nou, dan hoop ik dat hij het eruit wil. Ja. Zo. Ga eens even fietsen stelen. Zo. Kijk. Gewoon een leuk potje. En dan denk je van ja, er zit niks in. Nee, er zit ook niks in. Is ook eigenlijk niet nodig. Want het is een lampje, want kijk. Dan weten jullie genoeg. Heb ik er 2 van gekocht. Dus dat ga ik straks buiten proberen op te hangen. Hoe, weet ik niet. Ik zie wel. Oh, die lampjes, die hebben een dingetje. Ja, ik weet het al. Dat kan ik wel weer gebruiken. Een haak. Dus ja, dat komt helemaal gewoon goed. Ja, ik heb er 2. Dus ja. Dan gaan we die ook gelijk even openen. Ja, even dat plakbandje, dat even kapot knippen weer. Schaartje erbij. En er zit een zo. Dan kan die ook dicht. Hup, eruit. Nee, is niks voor jou. Tante Pollewopje. Kijk, ook zo een. Helemaal geweldig. Ja. Toch nou weer. Oh ja, verschillende, dat je er verschillende van hebt. Zoveel. Nou, dan kijken we wel eens naar. Kijk, je hebt er verschillende soorten en maten. Ja. Gewoon leuk. Zo. Dat gaan we wel bekijken. Hup. En dan heb ik nog wat lekkers. Die is ook lekker. Ik heb tijden niet meer gehad, deze wel, de normale mergpijpjes, maar deze, nou, ik geloof al, nou ja, hoeveel jaar ik dit al niet gehad heb. Toen mijn mannetje nog leefde, dus mag het eens een keer? Ja. Ik heb wat voor de meisjes gekocht en ik heb nog wat voor mezelf gekocht hoor. Tenminste voor de meisjes, voor de dieren in het algemeen. Ook voor Kandal. Ja, dat gaan we straks ook uitproberen. Dus... dan moet ik even daar kwijt. Voilà. En ja. Ik heb nou ook een lange broek aan, een zwarte. Maar ik heb deze gekocht. Zodat jullie dat zo beter kunnen zien. Ik hoop het wel. Ja. En nog een, maar dan gewoon even zwart. Of blauw weet ik veel. Ik geloof dat het zwart is. Ja, het is zwart. Dus ja, dat dus. Zo, en toen was de tas weer leeg. Dan ga ik een bakje koffie doen. En ik ga me gewoon lekker zelf aan wennen. Vandaag. Ja, het moet allemaal kunnen. Meisjes gaan wennen met een mooie bak. En even een koekje geven. Hup, hup. Zo, die is ook weer dicht. Dus
stok daar even weg. Tuut, 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 tuut. Tuut, 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 tuut. Ja! Nee, ik heb wel mensen gezien, bekende mensen, die ik ken. Daar is mijn mannetje nog weggetrouwd, dat wij gingen trouwen. Die mensen die heb ik nou met de Juttertjesmarkt 2 keer tegengekomen vandaag. En de eerste markt geloof ik ook, de eerste Juttertjesmarkt. Nou, die mensen, die zeg ik niet meer gedag. Nee, waarom niet? Nou, ze hebben zo ontiegelijk vaak mij beloofd om te komen nadat mijn mannetje was overleden. Maar nakomen is er niet bij. Nou ja, zulke soort mensen ben ik liever kwijt dan rijk. Ik ben zo vaak... kwam ik ze tegen en dan vroeg ik van, nou, wanneer komen jullie nou eens een keer langs? Ik zeg, ik ben bij jullie voor de laatste keer geweest. Ik zeg, maar jullie komen nooit bij mij. Ik zeg, kom eens een keer langs. Ja, dat gaan we doen en we komen binnenkort snel langs. Nou, dat binnenkort moet nog steeds komen. En nu zijn ze lucht voor me. Ja, en zonder lucht kan ik niet leven. Dus ja, ik vermijd ze ook niet, maar ik zal ze niet gedag zeggen of wat dan ook. Nee, mag ik niet aan. Echt niet. Nee. En dat zijn christelijke mensen, hè. Enkel dat ze hebben een andere soort geloof dan dat ik heb, maar... Ja, hoe en wat? Fake berichten. Ja, dat was Karin Mobiel. Nou, die had ik al gehoord. Die had ook ingesproken. Nou, toppie. Ja, nou, en Mary, nou... Breek me de bek niet open met Mary. Ik heb haar voor het laatst gezien op mijn verjaardag. Ik heb haar een appje gestuurd om te vragen hoe het met haar ging. Ik krijg geen antwoord terwijl ze het wel gelezen heb. Ze is hout op de boter verliefd op een verkeerde man. Ja, helaas wel. Het is niet anders. Maar oké, moet zij weten. Het is haar leven, niet dat van mij. Wat gaan we nou doen? De troep opruimen. Ik ga die lampjes buiten ophangen. Misschien dat ze het vanavond dan ook doen. Ik zal even kijken of er ook een knop... Ja, kijk, 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 kijk. Hier zit een lampje en een knopje. En hij staat nou op off. Dus hij gaat op on. En ik snap dat niet. En er zit een dingetje onder... Nou staat hij op off. En nou staat hij op on. Mooi. Dan doen we hem daar weer op. Er zit een rubberen dinges aan de onderkant. Hup, jij ook even zoeken hoe dat zit. Even voelen. Nou staat hij ook op aan. Zo. En die andere lampjes hebben een haak, die doe ik hier al aan en dan kan ik het op dezelfde manier weer ophangen. En dat ene lampje die het wel doet, hang ik in het midden. Helemaal geweldig, toch? Ja, ik laat het jullie straks al zien. Ik ga eerst nou even de troep opruimen. Ook heb ik pijn in mijn hoofd gekregen, waarvan ik weet het niet. Ja, eigenlijk wel, het komt hier vandaan. Mijn jukbeen is opgezet, wordt mij medegedeeld door verschillende personen. Dat is dus door dat hek gekomen. Aan deze kant. Nou, in 2016 ben ik samen met Karin ook het ziekenhuis ingeslagen. Door een eentje waar ik mee verloofd was. Dat was nog voor mijn mannetje. En toen was mijn gezicht zo. Mijn bril die stond scheef en weet ik veel wat. En toen was mijn jukbeen hier ook blauw, paars, groen. Allerlei kleuren van de regenboog. Maar wat wil je als je daar geschopt wordt met van die werkschoenen met stalen neuzen? Ook had ik een zware hersenschudding en al. Ik heb aan de morfinepomp gelegen. Ik heb in een kleine coma gelegen. Ik was gewoon van de wereld weg. Ja. Maar oké, dat is verleden tijd. We gaan nu lekker... Ik ga mezelf
verwennen met een bakje koffie en wat lekkers erbij. Ja, weet ik nog niet wat. Maar dat komt zo wel. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, het is de hoogste tijd om weer naar bed toe te gaan. Dat ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En vinden jullie deze vlog een leuke vlog? Like dan. Dat kan. Daarbij dat duimpje. Ook kun je een leuke reactie erbij plaatsen. Of vragen stellen. Of wat dan ook. Maakt allemaal niks uit. Sorry. En ik zou zeggen, jullie weten het allemaal. God houdt de wacht. Over ons allemaal. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht.